Hier is hij dan, jullie vriendje van de televisie. Ja, had iedereen mij onmiddellijk herkend? Nee, echt, echt, had iedereen mij onmiddellijk herkend? Ja, waren er mensen die twijfelden? Het kan, hè. Het kan, hè. Nee, maar ja, je moet je daar geen zorgen over maken. Ik ben dat gewoon. Ik ben dat gewoon dat mensen mij soms niet onmiddellijk herkennen. Op straat gebeurt dat wel vaker. Mensen moeten altijd 2-3 keer kijken voordat ze mij herkennen. Dus dat is... Oh my, ik kan hem. Dat is altijd vrij plezant, vooral als je zo dichtbij staat. Zeg maar, ik kan hem. Ik zeg dan altijd, ja, ik ben pornoacteur. Ah ja, nee, ik kan hem niet. Nee. Jawel, van die film Stokbrood in de kakker van de bakker. Nee. Nooit te zien, mensen. Dus ik word niet altijd onmiddellijk herkend. Dat is niet erg, hè. Dat is niet erg. Ik ben een bv, dat weet ik ook, maar ik ben een klein bv'tje. Hè. Ik weet ook wel waar mijn positie is op het wankele laddertje van het bv-schap. Hè. Koen Wouters zit hier. Ik zit hier. Hè. Koen Wouters die zit daar. Hè. En Koen Wouters die wordt in één blik herkend. En dan zegt, oh, kijk daar, Koen Wouters. Hier nog contact maken, niet kijken, anders begint hij te zingen. Oh, dat is te weg. Dus ik word niet onmiddellijk herkend. Dat is niet erg, maar... Er is vandaag wel iets heel speciaals gebeurd. Dat zou ik eigenlijk wel willen vertellen. Ik ben vandaag herkend door iemand aan de overkant van de straat. Ik vond dat indrukwekkend, ja. En echt in één keer, oké? In één keer, echt die gast die liep aan de overkant van de straat en dat ging zo. Dat was zo. Hé, Gregor! In één keer! Ik deed ze. Yeah, baby, that's me. Maar het probleem was, die gast die was zot. Die werd echt zot, die werd hysterisch. Die stak de struit over ze. Hé, Krijkaard! Die kwam bij mij staan en ze... Maar ik moet iets zots vertalen. Maar nu moet ik iets zots vertalen, jong. Mijn naam is ook Krijkaard. Dat maakt je niet veel mee, hè. En ik zei, ja, eigenlijk wel. Want vrij veel mensen in mijn familie... Zijn reactie erop. Nee, zot. En mijn familie ook. Dus op dat moment wist ik, het is een intelligente fan. Man, en hij bleef ook staan. Dat was irritant. Hij bleef echt staan. Zei, mag ik u een hand geven? Ja, maar hou die broek aan. En hij gaf mij een hand en dat was echt zo... Zo'n zweethand. Zo, ja, echt zo'n zweethand. Nee, zo'n hand waarvan je denkt... Ik hoop dat het zweet is. Echt, en het probleem is, je ziet aan mijn kop. Kijk, ik heb een ongelooflijke flexibele muilen. Ik kan niets verbergen. Als ik iets degoutant vind, je ziet dat direct aan mijn kop. Echt, mijn vrouw ook, als mijn vrouw een taart gebakken heeft, dan ziet dat ze... Echt, vorige week had ze een taart gebakken naar een recept van Jeroen Meus. Dacht, dat kan niet slecht zijn. Ja, ik heb de frambozen vervangen door kikkererwten. Maar dat is zo lekker dat ik het langer in mijn mond wil houden. Nee, dat zijn tranen van geluk. Dus je ziet dat bij de kop. Dus ik stond er met die dweil in mijn handen en ik dacht van, fuck, die gaat dat zien aan mijn gezicht dat ik dat degoutant vind. En ik wou toch een beetje als sympathiek een bv overkomen, want dat leren wij op de bv-school. Dat moet. En het enige dat ik kon bedenken was, wacht, ik leg mijn andere hand op zijn hand. Hè? Een dubbele handdruk, dat doen de politici ook. En daardoor lijken ze toch ook een stuk sympathieker. Maar hij reageerde erop door ook zijn andere hand. Ik weet niet of er hier dierenartsen in de zaal zitten. Nee, maar ik weet nu ook hoe dat voelt om met beide handen in een lekker warme koeienkut te zitten. Ik vond het vrij degoutant, dus ik trok mijn handen weg. Hij verloor zijn evenwicht en hij viel met zijn gezicht in mijn kruis. Op dat moment kwam er iemand voorbij die zei, hey, ken ik u van ergens? En ik zei uit reflex, ja, ik ben pornoacteur. Om maar te zeggen, er is iets heel speciaals gebeurd vandaag. Ja, dat is raar, dat is echt raar. Dat is echt raar, af en toe herkend worden. Dat is raar, ik moet dat eerlijk toegeven. Mensen hebben verwachtingen, hè. Mensen hebben verwachtingen over mij. En ook altijd de verkeerde verwachting. Dat is het probleem, want altijd de verkeerde verwachting. Ik ben dat wel gewoon. Trouwens, vroeger op school was het ook altijd. Vroeger ook altijd de verkeerde verwachting. Van, ja, Henk, ja, we verwachten meer van u. Ja, je presteert te middelmatig.
Terwijl ik vond dat daar aanwezig zijn al meer dan genoeg was. Ja, maar ja, Henk, je zei leerkracht. Details, hè, jongens. Maar ik heb op het college gezeten. In Eeklo, het katholiek onderwijs. Ik weet niet of het kan, dat Eeklo. Ja, dat is een mooi bebouwde vuilnisbelt daar ergens. En ik heb er op het college gezeten. En wat wij er altijd geleerd hadden, was... De regel die ons echt in de strot geramd werd, was... Je moet proberen om in alles de beste te zijn. Dat was. Dat kregen we altijd mee. We moesten proberen in alles de beste. En daar is het voor iedereen van ons fout afgelopen. Zit er hier iemand die ooit ergens de beste in geweest is? Nee, kijk. Een bende dikke vette losers. Ja, maar dat is niet erg. Dat is ook Hans dat gedoe van proberen de beste te zijn. Dat is ook niet plezant, hè. En proberen de beste te zijn, dat concept alleen al. Kijk, veldrijden, hè, dat is een mooi voorbeeld van een groep mannen die keihard proberen om de beste te zijn. Die man vindt dat zelf niet plezant. Hè? Heeft er ooit al iemand een veldrijder zien lachen? Nee, die zitten allemaal met zo'n bakkes op hun velozen. Ik heb nog nooit achteraf een veldrijder in een interview horen zeggen. Ja, Michel, het was heel plezant vandaag. Ik heb me vrij geamuseerd, joh. Het was ongelooflijk. Er lag superveel modder. Ik heb bijna niet kunnen fietsen. Nee, jong, mijn fiets dat was een beetje zoals mijn vrouw vandaag. Ik had er meer tegen mijn hoesting naast gelopen dan dat ik er mee mijn hoesting mocht opzetten. Fantastisch. Die man vindt dat zelf niet plezant. Hè? De enige mensen die veldrijden plezant vinden, dat zijn die supporters. De mensen die rond dat parcours staan, die vinden dat geniaal. En dat vind ik raar, want je ziet geen zak. Heeft er dat ooit al iemand live gezien, veldrijden? Nee, want je ziet geen zak. Nee, maar dat is... Pas op, het concept is geniaal. Hè. Het concept is geniaal. Iedereen staat langs de parcours. Ze tegen die nadarhek is gedrumd en dan ze... Ja, ze zijn er. Ze zijn er. Ja. Ah ja, dat was het. Zeg, en wanneer komen ze terug? Ben 10 minuutjes. Pintje! Geniaal concept, hè? Ja, die rondjes duren net lang genoeg om naar de toog te wandelen, een pintje te gaan halen, dat pintje op te drinken, terug te wandelen. Ja! Pintje! Echt 10 rondjes, 10 pintjes. Op het einde kan u dat geen zak niet meer schelen. Wie dat er gewonnen is. Nou, je kunt ook niet zien wie dat er gewonnen is. Hè? Ja, ze moeten er eerst altijd al die modder afwassen. Hè? Ze... Svennes! Daarom doen er ook nooit negers mee, hè, trouwens. Hè? Ja, dat is veel te verwarrend. Hè? Wie heeft er gewonnen? Ik weet het niet, we krijgen hem niet proper. Maar zijn handen zijn al wit, dat is van zijn stuur vast. Maar ik vind het gewoon een stom idee, ik vind het gewoon een stom concept. Dat proberen in alles de beste te zijn. Kijk, ik heb gewoon een veel beter voorstel. We gaan niet meer proberen om in alles de beste te zijn, we gaan gewoon allemaal proberen om in alles de middelmatigste te zijn. Dan is het gewoon allemaal veel haalbaarder. Oké, nog niet iedereen is mee met dit concept. Nee, maar kom, denk eens na. Alles is tegenwoordig een wedstrijd. Dat is echt, we zijn dom bezig. Alles is een wedstrijd. Alles is seks. Het moet altijd de beste seks van de hele wereld zijn. Nee, jong, als een van de twee klaargekomen is, is dat meer dan genoeg. Voilà. Oké, alleen de man vindt dat een tof grapje, blijkbaar. Vindt dat toch vooral een hoop zure wijven? Nee, Henk, nee, ik weet het niet. Nee. Geen goed concept, nee. Ja, maar alles is een wedstrijd. Dat is echt een zotte... Zitten er hier mensen met kinderen? Kinderen opvoeden, dat is ook een wedstrijd. Zitten er hier mensen met kinderen? Ja. Zwijgt. We zitten hier om die monsters te vergeten. Maar dat is toch zot... Ik heb een dochterje. Ik heb een dochterje van 2,5 jaar. Ze is bijna 3 ondertussen. En ik voel dat. Dat is... Kinderen opvoeden is een wedstrijd. Dat is raar, hè? Maar echt, iedereen wil het beste kind. Iedereen wil het beste kind opvoeden. Nee, dat is een soort competitie. Ik voel een soort raar soort overwinningsgevoel als ik op Vaderdag mijn cadeautje krijg en ik zie erop staan voor de beste papa. Yes!
Gewonnen! Ik wil hier niemand teleurstellen, maar iedereen krijgt hetzelfde. Dat is geen wisselbeker. Het zou wel tof zijn mocht het wel een wisselbeker zijn. Hè? Maar ja, dat op vaderdag dat je cadeautje krijgt. Zeg, merci, merci, merci. Wat voor de tweede beste papa. En wat hebben jullie dan de beste papa? De papa van Kevin. Waarom? Met de papa van Kevin, die vangt spinnen met zijn blote hand. En die laat ze levend los in de tuin. En die is astronaut. En hij kan met paarden praten. Ja. Oeh, ja. Oeh, spannend. Wauw. Allemaal goed, jong. Ja. Maar kan de papa van Kevin dit? Ik ben ook zo teleurgesteld in jullie. Fucking ramptoeristen, echt. De hele tijd, het is gezellig, goede grap geschenkt. Ga mis, bah! Supergoed voor mijn ego om applaus te krijgen voor een verkloot ding. Oké, spreken we af, dit is niet gebeurd, oké? Nee, even. Dit is niet gebeurd, spreken we dat af? Dat is te weinig, hè, man. En zet het ook niet op Twitter, hè? Ik zweer het. Zet het niet. Ik zie nu zo een paar mensen kijken. Twitter, waar is Twitter? Twitter, waar is het? Zijn van die doekjes om mee te kuisen. Ah, ja. Maar dit is niet gebeurd. Afgesproken? Ja. Oh, fuck off, echt waar. Oké. We spoelen terug. Ja. Oeh, wat... Voor een lange avond. Oké. Ja. Oeh, wauw. Spannend. Allemaal goed. Maar kan de papa van Kevin dit? Amai, dat doe ik deugd voor mijn ego. Ik krijg een applaus omdat ik mijn gitaar rond mijn nek kan. Oké. Kan de papa van Kevin dit? Ja, oké. Ja. Maar de papa van Kevin heeft zijn kindje wel Kevin genoemd, hè? Ah. Dat getuigt ook niet echt van vaderlijke liefde, hè? Hè? Shania. Maar we moeten gewoon niet meer streven om in alles de beste te zijn. We moeten gewoon allemaal streven om in alles de middelmatigste te zijn. En dan zal de wereld er een stuk beter uitzien. Denken dat de wereld morgen op zijn kop zal staan. Als ik mijn uiterste best niet heb gedaan. Altijd maar bergop en nooit een keertje naar beneden. Nee, ik doe niet meer mee. Je moet hard zijn, want je kunt niet poepen met een slappen. Iedereen kent dat clichématig gedoe. Waar een wil is, is een weg. En het leven is voor de rappen.
maar de trage die zijn minder rap moe. Nee, de opvoeding van een kind komt terug in evenwicht. Soms geef een kind een knuffel, soms een schop in het gezicht. Dat zijn de regels van het middelmatig ouderschap. Ja, je mag ze zelfs verkopen, maar dan enkel voor de grap. Er komt ook een nieuwe schoonheidswedstrijd. Dan kiezen wij een mis, een middelmatigheid. Geen badpak defilé, liever in badjas. En zoals gewoonlijk wint de grootste matras. Dank u. Ik zou graag alle leden van de jury willen bedanken voor alle tips en input die ze blijven geven en geven en geven. Maar wat is dat nu allemaal? Seks. Weg met al die standjes waarbij je bijna je nek breekt. Soms weet je echt niet meer waar je piemeltje tussen steekt. De foef, een huidplooi of de holte van haar knie. Ja, seks wordt weer relax, voortaan doen we het met drie. Hey! Oh, wacht. Shit, wat? Nee, wat? Dan moet ik uitleggen. Is dat duidelijk voor iedereen, seks met drie, dat dat relaxer is? Ja, nee, kijk, ik moet uitleggen. Als een paar man geeft mij een stilo, ik schrijf dat op, dat is interessant. Ja, nee, seks met drie is veel relaxer. Hè. Ja, je kunt werk verdelen. Hè. Ja, dat is zo. Dat is bij alles zo. De ene is wat beter in het een, de andere wat beter in het ander. Bij seks is dat ook zo. Van, ja, beffen. Ja, nee, ik ben niet zo goed in beffen. Nee, dat is mijn ding niet. Nee, ik ben veel beter in gepijpt worden. Ja. Welkom in de wereld van de middelmaat. Een beetje luiheid kan hier echt geen kwaad. Als het leven een race is, dan sta ik langs de kant. Supporteren en roepen met een pintje in mijn hand. Hey! Merci. Nee, maar kijk, laat ons eerlijk zijn. Gans dat gedoe van proberen de beste in te zijn, dat is de reden waarom heel veel mensen zoveel last hebben van stress. Omdat we altijd moeten proberen om in alles de beste te zijn. Dat is de reden waarom dat er zoveel mensen last hebben van burn-out en van depressies. Omdat we altijd maar moeten proberen om in alles de beste te zijn. En pas op, ik sta hier niet te preken. Nee. Ik heb dat ook. Ik heb ook dat stom gevoel dat je in alles moet de beste zijn. Ik heb dat zelfs in mijn hobby's. Ja, dan zit je goed bezig, hè. Dus ik moet de beste zijn in mijn ontspanning. Heel goed bezig. Pas op, alleen dat uitzicht vooral in mijn laatste nieuwe hobby. Uitzicht dat vooral. Sinds kort heb ik een nieuwe hobby. En dat is naar vogeltjes kijken. Oké, dank u dat sommige mensen dat grappig vinden. Ik ben ondertussen ook wel gewoon dat mensen daarmee lachen. Want blijkbaar is dat grappig. Want de officiële benaming van mijn hobby is vogelen. En pas op, het wordt nog grappiger. Ik doe dat samen met mijn beste vriend. Ik weet het, voor buitenstaanders is dat ook wel vrij belachelijk. Het is ook niet veel meer dan twee mannen die samen op stap gaan in de natuur, elk met een verrekijker, en dan tegen elkaar zo... Oh, kijk, daar, een vogeltje. Maar het frustrerende is, mijn maat is er verschrikkelijk goed in. Dat is ongelooflijk. Wij imiteren vogeltjes, dat doen wij. Hè. Dat doen vogelaars, wij bootsen vogeltjes na. Het geluid, hè, niet... Het geluid. We bootsen geluiden, vogelgeluiden na, dus om die vogeltjes te lokken. Hè, dan komen die dichterbij en dan zie je ze beter. En dan verslijt de verrekijker minder hard. Ja.
Maar nu het frustrerende is, mijn maat is er verschrikkelijk goed. En als hij een vogeltje imiteert, dan komen er 30, 40, soms 100. En echt ook super dicht bij ze, bijna op zijn varkenkijker zitten. En ook altijd met zijn air van oei, oei, ja, oei, oei, oei. Ja, ik weet ook niet precies hoe ik dat doe. Echt, dat is echt het mannelijke equivalent van... Oh, we hebben hetzelfde kleedje aan, maar bij mij is het een maatje kleiner. Fuck off. Ik haat dat soort mensen. Echt. Als ik een vogeltje imiteer, dan komt er een hondje. Echt, de enige vogel die ik een beetje deftig kan imiteren, is een eend. Ja, Donald Duck. Is goed, hè? Ja, dank u wel. Dank u. Dank u wel. Nu, als vogelaar had je daar geen zak aan, hè. Dat is niet dat je daar vogeltjes mee lokt. Met... Het doet niks, hè. Het doet eigenlijk niet. Het zou wel plezant zijn, mocht het wel lukken, eigenlijk, hè. Dat je ergens midden in de natuur gaat staan en dan ze... En dat er ineens uit de struiken zo'n witte, kwade eend... Met een blauwe t-shirt aan ze... Zijn goofy erbij. Hey Donald, die man zegt dat jouw moeder een hoer is. Oh, ik vind dat geestig om te doen. Ja, het is ongelooflijk plezant om te doen. Echt, het is super ontspannend. Het is echt ontstressend. Het is echt waar. Super bevrijdend. Ik kan het iedereen aanraden. Echt waar. En gaan we het samen doen? Ja, kom aan. We gaan het eens zo doen. Kom, ja, oké. Ik zie heel veel mensen nu bang naar mij kijken van Henk. Nee, nee. Niet op tv. Jawel, kom aan. Het is niet moeilijk. Het is ongelooflijk ontspannen. Het is niet moeilijk. Je doet gewoon... En... Dat is samen, hè. Niet dat je straks... Het gaat niet, Henk. Tegelijkertijd. Oké, gaan we het doen? Nee, maar gaan we het doen, serieus? Ja, oké, verras mij. Op drie. 1, 2, 3. En die doen dat. Oh, schitterend. En wat gehoord, daar zat iemand een kalkoen te worden. Ik zie hier toch ook hier en daar een paar mensen met een natte nek. Van, serieus. Geen goed idee, gasten. Fuck. Ja, maar het is echt, ik vind dat plezant om te doen. Ik vind dat ontspannend. Ik doe dat zelfs als ik alleen thuis ben. Gesprek met mezelf. Mijn buren worden zot. Het is trouwens ook ongelooflijk plezant om op die manier via de telefoon pizza te bestellen. Hallo, Pizza Roma. Pizza Hawaii, komt in orde, meneer. Ze verstaan dat. Oké, voor de mensen die nu zitten te denken, gaat dat geen tijd vandaag gezever zijn? Ja. Trouwens, moet ik mijn beste imitatie doen, nu dat ik toch echt aan het zeveren ben? Moet ik mijn beste imitatie doen? Ja. Oké, dat zijn 5 mensen. Moet ik mijn beste imitatie doen? Ja. Oké, dat zijn dezelfde 5, maar luider. Oké, maar even serieus. Ik weet dat er heel veel mensen waren die met Donald Duck hoorden imiteren daarnet en die dachten... Amai. Zoveel talent en zo'n klein lichaam. Amai. En dat is waar. Maar de volgende imitatie, dat is ongelooflijk. Dat is echt als wereldklasse. Echt, dat heb je nog niet veel gehoord. Echt. Oké, de volgende imitatie, mijn beste imitatie, is... De plantenspuit. Oké. Ja, nee, het is niet meer spettertjes. Nee, maar ik zie ze... Fuck, nee! Nee, het is het geluid. Oké, de plantenspuit. Daar komt hij. Dank u wel. Ik meen het, ik zie nu echt zo'n paar mensen zo... Nee, Donald Duck was beter.
Die kost veel meer. Nee, maar ik ben nog niet klaar. Nee, want ik heb dat opzettelijk gedaan. Nee, maar heel veel mensen vergeten dat bij de imitatie van de plantenspuit, dat er eigenlijk na een paar keer een extra geluidje bij komt. Eigenlijk is het dit. Pas op, hè. De plantenspuit. Dat snorsje vergeten heel veel mensen. Zegt het. Dank u wel. Dank u wel. Dat doet dat, hè? Dat is zat, hè? Ik zie nu echt een paar mannen en een vrouw vragen. Snurkt dat? Ja, maar niet zo hard als hier. Soms blijft het ook hangen. Dat is zoals je het hard gepompt hebt. Dan ontploft dat, ja. Nu, als vogelaar heb je er geen zak aan, hè? Eerlijk, dat is geen nuttige imitatie. Dat weet ik ook wel. Dat is echt een nutteloos talent. Hè. Dat is toch... Dat is niet echt een talent waarmee je uitpakt op een sollicitatiegesprek. Dus van, ja, ik ben heel flexibel, ik heb heel goede people skills en ik kan ook... in dat geval welkom in de beschutte werkplaats. Dat heeft geen nut, hè. Dat heeft totaal geen... Jawel, dat heeft wel nut. Dat kan wel nuttig zijn als je op reis bent. Aha. Nee, stel, je bent op reis in Frankrijk en... en je hebt geen plantenspuit bij. Oh. Superrealistisch probleem. Nee, en je hebt geen plantenspuit bij en je moet ergens in een winkelje in Frankrijk zeggen... Bonjour, monsieur. Je cherche... Help me eens. Wat is het Frans voor plantenspuit? Wat is het Frans? Je cherche... help me eens. Ja, ik heb dat nodig. Plantenspuit. Je cherche... Ah, le plantenspuit. Ben oui. Accent circonflexe, passé composé. Ah oui. J'ai de boules carambole, cendrier. Oui, mais croque, monsieur. Ah, là. Quiche Lorraine, oui. Ah, l'autobus. Vroom, tutut. Ah, la rouler les. Ah, la parapluie. Ik kan echt geen Frans. Dat is echt verschrikkelijk. Ik kan echt geen Frans. Ik kan twee talen. Dat is echt twee talen. Ik kan Nederlands en gebarentaal. Dat is het. Nou, op zich, die gebarentaal op zich, dat is ook niet zo speciaal. Iedereen kan dat. Hè. Iedereen kan echt een basis gebarentaal. Echt, de internationaal herkenbare gebaren zoals dit. Wat betekent dit? Geld. Ja, voilà. Nee, je moet er niet over twijfelen. Geld. Ik ben blij dat het juiste antwoord komt, trouwens. Nee, je lacht ermee. Nee, dat is niet altijd even evident. Blijkbaar, een paar weken geleden moest ik optreden in Oostende. En echt twee mensen, ik zweer het, twee mensen, los van elkaar, in het publiek. Ik vroeg, wat betekent dit? Twee vettige vingers. Van vriend, nee, vettige vingers. Allee, hup, allemaal terug in de zee. Kom, hup. Maar dat is goed, dat is geld. Dat is een internationaal herkenbaar gebaar. Dit geld, dit ook, wat is dat? Eten, voilà, simpel. Hè. Geld, waar kan ik iets eten? Dit ook, hè. Waar kan ik hier ergens jatsje spelen? Dat is overal hetzelfde. Dat is echt zot, hè. Maar ik moet dat wel doen. Ik ben wel min of meer een beetje verplicht om gebarentaal eigenlijk te gesticuleren als ik in Frankrijk ben. Anders verstaan de mensen niet. Ik zie dat wel heel veel mensen doen, hè. Ze gesticuleren, met handen en voeten uitleggen. Hè. Minder gegeneerd, oké. Okay. Niemand kent mij hier, ik ga een keer onnozel doen. Maar dat is toch zot? Heel veel mensen doen dat. Echt met handen en voeten uitleggen, omdat het anders niet duidelijk is. Is van, bonjour. Heel belangrijk dat je dit erbij doet. Hè. Heel belangrijk. Is bonjour. Gij, vous, toi, you. Allez, François. Allez, François. Gij gaat mij zeggen. Wat? Kan ik iets eten? Njam. En niet duur, niet duur. Niet met mijn dobbelsteen spelen. Hè. Maar dat is toch... Ik vind dat fantastisch. Dat is echt, ze zijn minder gegeneerd. Hè. Want, laat ons eerlijk zijn, wij Vlamingen, we zijn een beetje gegeneerde mensen. Hè.
Dat is zo. We zijn een beetje brave, soms een beetje gereserveerde mensen. Dat is zo. Als we iemand op straat moeten aanspreken die we niet kennen, oeh, stress. Oh, je kent die mensen, je kent die mensen. Ja, pipiplek. Dat is zo. Dat is echt. En als we die mensen aanspreken, begint dat ook direct met een hoop excuses. Van excuseer, sorry, sorry. En in ons achterhoofdje, sorry dat ik leef, sorry. Dat is toch zot? Als wij hier in België op zoek gaan naar een toilet, dan is dat blijkbaar een gênant momentje. Hè? Dan is het excuseer. Mevrouw. Het toilet. Daar? Ja, oké. Okay, ja, dank u wel. Op prijs valt dat weg. Dat is bonjour, pipi, si. Pipi, si. Bibi, pipi, si. Cacao, si, si. Kaka, ah, kaka là-bas, allez, c'est bien réglé, ça. Kaka là-bas, pipi ici, allez, merci, pipi, kaka, tra-la-la-la-la-la. Maar dat is toch zot? Echt goed, vanuit het idee, niemand kent mij hier. Wow, wat kan het mij schelen dat de mensen raar kijken? En als de mensen dan toch raar naar mij beginnen te kijken, doe ik altijd, nou, tjongejonge, gezellig! Dat is het opgelost, hè? Dat zijn zo internationaal herkenbare dingen, nee. Ze geld, eten, een irritant Hollander. Ja. Er zijn zoveel internationaal herkenbare dingen. Dit ook. Hier. Dit is overal ter wereld hetzelfde. Wist je dat? Overal ter wereld. Als je een knappe vrouw ziet... Overal. Overal ter wereld, als je... Doet de man... Waar is. Dat is zot, hè? Nee, maar overal, hè? Overal. Maar niemand stelt zich de vraag waarom. Waarom is dat niet... Dat is hetzelfde. Trouwens, klein weetje over vogels. Dat krijg je er gratis van mij bij. Dat is het enige wat een vogel zegt als hij fluit. Hallo poep. Dat zijn vetzakjes. Ja, dat is echt wat. Dat is het enige dat een vogel zegt. Echt, ergens bovenop een tak gaan zitten en dan ze 10.000 keer na elkaar naar een andere vogel. Hé, poep, poep. Twee takken verder. Ik heb goesting om te poepen. Op de poep. Twee bomen verder. Pijpen, baffen. Dat zijn vetzakjes. Dat is misschien daarom dat vogelen noemt. Dat weet ik niet meer. Nee, maar echt, dat is een van de grote misvattingen. Dat was een fout in de lesbiologie vroeger. Vroeger in de lesbiologie hebben wij altijd geleerd vogeltjes fluiten om hun territorium af te bakenen. Ja, onder andere. Ja, maar dat doen ze ook. Hè. Dat doen ze ook. Ergens op een tak gaan zitten en dan ze... Dit is hier allemaal van mij. Dit is hier allemaal van mij. Dat is een bende macho bouwvakkers op een stelling. Ik heb een nest gemaakt. En dat vinden mensen ook prachtig. Luister eens. Oh, je bent toch benieuwd wat die vogeltjes tegen elkaar te vertalen hebben, hè? Oh, dat is toch een van de cadeautjes van moeder natuur, hè? We gaan er nu toch ook wel anders over denken. Is het de eerstvolgende keer dat je 's morgens gewekt wordt door het gefluit van een bende geobsedeerde seksmaniaken? Wat is dit? Ik weet veel over vogels. En ondertussen, dat is echt zot. Ik weet echt veel over vogels. De flamingo's bijvoorbeeld. Flamingo's, dat zijn geen homo's. Ja, nee, ik dacht dat vroeger ook. Als ze zagen lopen met die roze pluim in hun hat. En met die rare knieën. Het enige dat ze nog missen is een chaco's. Het is toch waar. Ik vraag, schudden chaco's in en daarvoor. Bij mij is Louis Vuitton. Schudden chaco's. Ja, bij mij is de schudden chaco's. Gaan we poepen. Jam. Dat is echt... Stressvogels, dat is nog zoiets. Stressvogels, dat zijn de grootste vogels ter wereld. En die kunnen niet vliegen. En dat is goed, want als dat op je auto kakt...
Ja, dan moet je niet naar de car was, maar naar een carrossier. Dus, ik weet zoveel dingen over vogels. Hè. Dat is echt, ik kan er uren over vertalen. Maar ik ga dat doen ook. Ik zo'n paar mensen zeggen, ah, nee, serieus. Nee, maar één klein dingetje wat super interessant is. Er zijn bepaalde vogels die een eigen naam roepen. Het typisch voorbeeld van een vogel die zijn eigen naam roept, is deze hier. De koekoek. Dat is toch zot, hè? Dat is toch zot? Dus die roept zijn eigen naam. Dus op een of andere manier is die erachter gekomen dat wij hem koekoek noemen. Dat is dat zelf, dat is toch schoon. De Chief Chaff doet dat ook, hè? De Chief Chaff, kijk. Dat is toch schattig. Nu, hij zegt wel, gaan we poepen, maar wij horen Chief Chaff, Chief Chaff, Chief Chaff. De meeuw roept ook zijn eigen naam, trouwens. Meeuw, 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 meeuw. En natuurlijk het klassieke voorbeeld. De kukuleku. Dat vind ik de beste mop van de avond. Echt waar. Niet zozeer omwille van de mop, maar omwille van de reacties in het publiek. Echt, iedere avond als ik die mop van de kukuleku doe, zie ik toch zo altijd een paar mensen in het publiek ze twijfelen. Maar ik zag er al jaren aan tegen. Ik ook. Dat is een onomatopee, dat is een klanknabootsing. Dat is een vogel die zegt koekoek, we noemen dat koekoek. Eigenlijk zou het te handig zijn, hè? Dat we echt alles benoemen naar het geluid dat maakt. Verkeersinformatie. Op de richting Brussel heeft een zijn lading verloren. Gelieve de rijweg vrij te houden voor de en de ja, de muggen, hè. Is zo'n hoop zeven. Maar het schoonste dat we hier in België kunnen zien van vogels, het meest fascinerende vind ik een zwermvogels. Dat vind ik zo schoon. Een zwermvogels, ooit al gezien, spreeuwen. Een zwermspreeuwen. Dat is zot, hè. Dat zijn duizenden vogels samen, soms 10.000. Echt een gigantische zwermspreeuwen die ze... En dat is ballet, hè. Dat is een zwarte wolk die groter wordt en kleiner, een beetje langer, een beetje smaller. Maar al die vogels die blijven samen. Hè. Dat is net hetzelfde als een school vissen. Haring doen dat ook, hè. Die blijven ook zo schoon samen. Zo. We zijn samen. Maar ja, nee, niet achteruit. Maar die blijven allemaal samen. En die vogels en die zwermen doen dat ook. Dat is fantastisch. En het interessante eraan is, er is niks afgesproken. Nee. Nee, er is geen afspraak gemaakt. Het is niet dat een dag verdien dat er een vergadering was. En al die vogeltjes rond een tafel zaten. Van, ja, bon, dus als ik het goed begrepen heb, gaan we dus eerst naar rechts, dan naar links. Dan doen jullie... Dan doen wij... Ja, we gaan dat doen. Ja, dat gaat schoon zijn, hè. Er is niks afgesproken. Er is ook geen baas. Dat ze ook kunnen denken, nee, dat er een baas is. Hè, dat er ergens een soort van choreograaf is, hè. Een soort homo-choreografievogel, een flamingo. Je ziet er zo langs de kant, staat je... Schatjes! Schatjes, nee, stop. Stop. Sorry. Maar schatjes, maar deze doet het niet voor mij. Sorry. Nee, echt, misschien moet je wat meer kijken naar So You Think You Can Fly. Maar deze is kaka, buzzer. Nee, het enige dat een vogel doet in een zwerm is iets instinctief. Iets heel klein, één klein regeltje. Het regeltje is zo dicht mogelijk bij de dichtstbijzijnde vogel blijven. Dat is het. Ieder vogel blijft zo dicht mogelijk bij de dichtstbijzijnde. En die doet dat op zijn beurt, en die op zijn beurt. En zo blijven die samen. Dat is toch zot? Dat is puur instinctief, blijven die vogeltjes samen. Maar puur instinctief is territorium ook zo belangrijk. Want daarom fluiten ze. Maar waarom blijven ze dan zo hard samen? Nee, waarom? Waarom blijven ze dan zo hard samen? Waarom doen ze dat? Uit verdediging. Bijna juist. Dank u voor uw medewerking.
Niet uit verdediging. Nee, er is een andere reden. Waarom blijven ze zo hard samen? Waarom blijven ze zo hard samen? Kom maar. Om te poepen, ja. Een applaus hier, jongen. Ja. Uit verdediging. Niet om te poepen. Het gaat er al een half uur over, gast. Nee, maar die vogels zijn niet anders dan wij mensen. Bij ons mensen is dat ook zo. Bij ons is territorium ook heel belangrijk. Want je ziet het aan ons huizen. Iedereen heeft een stevig huis. En met een stevige raam die liefst nog met een rolluik of met luiken goed dicht kunt. En een stevige voordeur met een driedubbelslot. En een alarminstallatie. En een haag rond ons huis. Omdat iedereen weet als een inbreker bij een haag komt dat die... Ah, oh, en er volledig rond. Ah. Territorium is voor ons ook belangrijk. Territorium is belangrijk. Maar af en toe voelen we toch de drang om in een grote groep ergens in een zaal om daar een zot op een podium te gaan zitten kijken. In de hoop... dat er gepoept gaat worden. Nee, dank u. Nee, dank u. Maar als het wederzijds mag zijn, van mijn kant naar u toe ook. Nee, dank u. Het gaat ook niet gemakkelijk zijn, ze. Nee, maar even, alleen dat ik je toch aan de klap heb, het gaat niet gemakkelijk zijn, ze. Het stinkt hier, hè. Ah, oké. Okay. Voelde dat? De sfeer is weg. Ik heb het gevoel dat dat uw schuld is. Mag ik dan niet zeggen dat die stinkt? Mag ik dat niet zeggen? Ligt dat gevoelig? Sorry. Ben ik te ver gegaan? Blijkbaar wel. Nee, mag ik dat niet zeggen? Want het stinkt niet. Echt waar. Mag ik dat niet zeggen? Echt niet? Nee? Nee, wacht. Nee. Je mag me niet verkeerd verstaan. Oh, dan moeten we duidelijk in zijn. Ik bedoel niet Gent stinkt. Dat zou grof zijn. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet het NTG hier, dit prachtig gebouw stinkt. Nee. Jullie stinken. Ah. Ja, dat een misverstand toch. Hè. Ja, maar nee, maar dat moet zo vies niet kijken naar mij. Dat is zo. We zitten hier toch al ondertussen al een tijdje samen, gezellig. Maar dat begint hier wel een beetje te stinken. Dat is zo. Waar mensen samen zitten, dat stinkt. Allee, je zit echt vies naar mij te kijken. Er zijn toch nog plaatsen waar dat heel veel mensen passeren waar dat stinkt. Allee, het openbaar vervoer. Kom, je kent dat toch. He? Het openbaar vervoer, dat stinkt toch ook? Het is toch niemand die op een trein of op een tram of op een metro stapt en die zo... Nou, ik ruik dat graag. Oh, ik word er geil van. Oh, kijk, de konijntjes staan aan de draad. Oh, dat zouden ze toch op flesjes moeten trekken. He. De metro. Oh, ik ruik als een tram. Ik ben een tram. Neem mij. Ik ben een tram. Ting, ting, ting. Dat stinkt gewoon. Dat zijn zo'n specifieke geuren, toch? Het openbaar vervoer, dat is een specifieke geur. Nog zo'n typische geur, kent het nog? De geur van de gang naar de refter op de lagere school. Ja, hè? Dat was die geur van zure soep en nonnenzweet. Dat zijn zo'n specifieke geuren. Het openbaar vervoer, ik vind dat ook. Dat is zo'n typische geur van heel veel mensen samen. Maar kijk, ik ga een klein verhaalje vertellen om te bewijzen hoe hard mensen soms kunnen stinken. Een paar weken geleden nam ik de tram hier in Gent. Ik woon hier in Gent. En ik nam de tram, het was een donderdag namiddag of zo, dus het was absoluut geen spits of zo. En ik stapte op en de tram zat half vol. Half vol. Dus dat betekent dat er op ieder bankje één iemand zat. Maar ze lekker sociaal, ze echt allemaal aan de kant van het raam, zo ver mogelijk van al die anderen. Stinkende mensen. En ik stapte op en ik rook dat onmiddellijk. Dat was de geur van zweterige eenzaamheid. Ja, dat was de geur van een vuile sok waarmee dat je zo het sperma uit je navel gevreven hebt. Voilà, de ei van herkenning. Ja. Ik zie toch ook zo'n paar mensen met een eerder praktische blik. Met een sok. Allee, wat doe je dat nu met een sok? Super onpraktisch. Maar goed, ik stapte op. Een tram zat half vol, dus dat betekende dat ik naast iemand moest gaan zitten. Dus puur praktisch betekende dat ik in iemand zijn stank moest gaan zitten. Nu, ik ben daar niet selectief in. Ik ging gewoon gaan zitten op de eerste beste plaats waar ik voorbij wandelde. Maar dat ging niet, want dat was naast een oud vrouwtje.
En ik kon niet gaan zitten, want die had een chakos naast haar gezet. Dus ik sprak die madame even aan van... excuseer, mevrouw, excuseer. Sorry, excuseer. Ja, ik was niet op reis, hè. Excuseer, sorry, mevrouw. Excuseer. Nu, wat die mevrouw gedaan heeft, wat die mevrouw toen deed, dat was ongelooflijk. Want die negeerde mij totaal. Die bleef echt gewoon recht voor haar uitkijken. Vanuit het idee... Als ik mijn probleem negeer, dan gaan die vanzelf weg. La, 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 la. En ik moet eerlijk zijn, daar is het bij mij een klein beetje gekrakt. Eigenlijk. Want ik word er nogal kwaad van. Eigenlijk. Ik kan er niet zo goed tegen dat mensen mij negeren. Ik kan er echt niet tegen. Want, ja, hey, hallo, ik ben wel een BV, hè. Dus ik kon dat niet zo goed tegen. Dus ik begon echt een klein beetje aan te dringen. Ik begon echt van, excuseer mevrouw, maar kun je even uw handtas wegnemen? Het is een kleine moeite. Ik wil ook even gewoon neerzitten nu. Pas op, achteraf gezien, dat was... Ik weet dat. Dat is niet fair. Dat was niet fair van mij om dat te vragen aan die madame. Want tenslotte, haar chakos zat daar. En die was ook moe. Ja, je moet het ook maar doen, hè. Dag in, dag uit. Al die melkjes en die suikertjes en die speculaas. Van bij de koffie, dat is lastig, hè. En die madame was zelf ook een beetje een koffiemachine, eigenlijk. Ja, nee, die madame was zelf ook een koffiemachine. Maar op het moment dat ze merkte dat ik echt niet wegging, die zei ze... koffiemachine. Hij zei... massa. Die chakos gepakt en het is goed. Zet u. Maar die bleef lucht lossen. Dat was echt zo... Er zat een gat in. Dat was echt... Die bleef... Bij dat soort vrouwen denk ik altijd... Mocht je zoveel lucht niet verliezen... Uw tetten zouden ze slap niet zijn. Nee. Maar goed, ik mocht gaan zitten. Ik mocht zitten op de plaats. En ik ging gaan zitten en dat was echt dit gevoel. Zo. In de mist. Echt een wolk. Een wolk van parfum. Maar echt een parfum die je zo... kunt proeven, zegt. Echt een chemische oorlogsvoering, dat was het. Mosterdgas. Flesje dat ze nog over had van de oorlog. Maar ik snap dat niet. Ik snap dat echt niet. Sorry, maar als je je eigen zo hard moet parfumeren, dan betekent dat toch dat er ergens iets aan het rotten is. En we zeggen, oh, ik ruik als een bloem. Ja, en je ziet eruit als een bloembol. Hey. Verschrompeld en binnenkort onder de grond. Wow, oh, zij was begonnen. Goed, in die sfeer van algehele mutuele verdraagzaamheid reed de tram verder. En de volgende halte stopte een tram en er stapte een man op waaraan dat je kon zien dat hij stonk. Ja, maar nee. En dat heeft niks met vooroordelen te maken. Nee, ik vind dat, je ziet dat een aantal subtiele dingen. Je had zo'n lang, vettig haar, je had zo'n vuile baard, drinkt stront aan zijn vest. Allee, subtiele kleine dingen. En hij was zat, het was zo goed. Ze stapten op en zei, goedemiddag. Ik heb pindakaas voor iedereen. In mijn onderbroek. La, 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 la. En het schone was... De synchroniciteit op dat moment in de tram. Want ik zag onmiddellijk op dat moment iedereen hetzelfde denken. Maar ik zag iedereen zo... Niet naast mij. Niet naast mij. Iedereen dacht dat, behalve ik. En dan madameke naast mij. Ja, want in mijn ooghoek zag ik haar ineens zo... opgelucht worden. Ik dacht, hallo, maar dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus ik ben recht gesprongen. Ik heb gezegd, meneer, ga maar op mijn plaats zitten. Ik moet de volgende halte toch afstappen. Heeft er ooit al eens iemand schmink zien smelten? Gewoon schitterend. Ik stapte af en ik keek nog even en ik zag die vent zijn neus snuiten, kijken en vragen of dat oké is. Het grappigste van het verhaal is eigenlijk nog, ik moest er totaal niet zijn. Hè. Nee, dat was de schoonste 2 uur naar huis wandelen van mijn leven.
Ja, maar ik ben echt, echt content. Ik echt, moet eerlijk toegeven, ik was echt content. Gewoon blij, omdat ik wist dat ik de wereld terug een stukje grappiger gemaakt had. Ja, en onderweg ze een klein omwegje gemaakt ook wel. Ze ervan genoten dat ik even zo wat rust had. En ze door de Bourgogne gewandeld. Hè? Zo in een natuurgebied hier vlakbij. En ik hoorde vogeltjes fluiten. En dat doet deugd, vind ik. Maar ik heb dat af en toe nodig. Zo vogeltjes horen fluiten. Dat is ook de reden waarom dat ik begonnen ben met die hobby eigenlijk. Omdat ik had echt nood aan een soort van echt rust. En ik heb te veel last van stress. Dat is eigenlijk stress, een beetje overspannen soms. En dat uit zich in kleine irritaties. Er zijn heel veel stomme dingen die mij irriteren. Maar vooral oude wijven. Hè. En scrapule, hè, die oude wijven. Ja, het zitten er hier ook. Ik had het wel gezien, ze met die witte mutsen op. Hey. Ja, maar pas op, ik heb niks specifiek tegen bepaalde oude wijven. Maar dus ik vind gewoon, vanaf een bepaalde leeftijd moet je gewoon doodgaan. Hè. Ja, maar, oh, maar ik weet het, ik bedoel niet iedereen, maar er zijn er gewoon... Er zijn altijd, ik kom ze altijd tegen, hè, die clichématige oude wijven die het verkloten voor de rest van de groep. Hè. Dus dan ben ik een paar weken geleden op zaterdag staan aan te schuiven aan de kassa van de Carrefour en er stond ze een rozijn voor mij. Ja. En het was aan haar. Hè. Er werd afgerekend met haar, het was aan haar. En zij begon onmiddellijk met het beoefenen van de internationale sport van alle oude wijven op zaterdag aan de kassa van de Carrefour. Gepast betaal. Ja, graven in die portemonnee. Hè. Oh, portemonnee-archeologie. Hè. Zoeken naar een onvindbare schat. Hij had zoeken naar een halve euro. Hè. Maar ik heb zeker nog een halve euro. Zeg, madame, ga maar zitten. Ik heb zeker nog een halve euro. Een gans verhaal erbij. Hè. Naar de gazettenwinkel geweest. Bij Diane. En een dag allemaal gekocht. Betaald met 2 euro. Dat kost 1,5 euro. Dus ik heb zeker nog een halve euro. Maar ik heb zeker nog een halve euro. Kijk, en dan is het van mij blijkbaar sociaal onaanvaardbaar. Als ik doe het gewoon zeg... Madame! Die een halve euro zit in uw winkelkarretje. Trouwens, heeft er iemand dat herkend, dat vogelke? Welk vogelke is dat? Ik zal het nog een keer laten horen. Welk vogelke is dat? Ik heb het gehoord, hè? Wat? Merel, een paar mensen zelfs. Supercool. Er zijn vogelkenners in de zaal, dat is altijd cool. Oké, doen we een wedstrijd om te snelst. Gewoon een kleine herhaling van de cursus tot nu toe. Dus ik laat een paar vogelgeluiden en hun om te snelst... Oké, dat was de Merel, dus er zijn al een paar mensen die al 1 punt hebben. Oké, de volgende. Om te snelst. Dit is... De... Oh, goed, ze zijn mee. Oké, de volgende. De... Kraai. Ja, oké. Deze. De... Ja, Toyota Corolla. Ja. Ja, dat is zot, hè. Dat is echt, dat is een bak met geluidjes. En ik heb er dan zo hier, ja, dat zit. Ja, dat is hier een auto-alarm in. Dat is zot, hè. Ja, dat is speelgoed, hè. Ik weet dat, ik zie je kijken. Dat is speelgoed, tuurlijk is dat speelgoed. Dat is het geluidje van een... Shit, hoeveel keer heb ik al geduwd? 3 keer? Dan is het nu op slot. Nee, het is Gent, hè, jongens. Dat is eigenlijk ook typisch. Dat is altijd dezelfde reactie. Overal waar ik dat zeg, als ik dat doe, dan is het... Ja, oké, dan is het nu op slot. Ja, het is zo staande. Allee, jongen. Hier is toch geen autocriminaliteit? Allee. Alleen af en toe een keer een duif met een carcacking. Maar zo. Wat een kutmop. Maar dit is echt tof speelgoed. Mijn favoriet geluidje aan dit toestel is dit hier. Heb je het herkend? Antwoordapparaat, juist. Ja. Dus met dit toestel en met dit geluid maak ik dus grappige voicemails. Nee, ik vind dat eerlijk dat is het kleine grapje gratis voor de mensen die naar mij bellen. En ik vind meer mensen moeten dat doen. Want de meeste mensen hebben toch een saaie voicemail. Hè? De meeste mensen hebben echt zo'n voicemail. En dit is de voicemail van Henk Rijkaard. Spreek een bericht in na de beep. En dat is dan de beep. Maar ik vind dat kan een stuk grappiger. En dat heeft ook niet veel moeite nodig. Met een kleine aanpassing wordt dat direct een grapje. Bij mij is het... Dit is de voicemail van Henk Rijkaard. Spreek een bericht in na de beat. Yo! Dat is veel cooler.
Nu, die heeft niet zo lang op mijn telefoon gestaan, want ik had net ietsje te veel berichten. Die begon met, yo, motherfucker! Ze hebben er maar afgehaald. Dan heb ik een andere bedacht, eerder in stapjes. Dat zijn ook altijd grappen, hè. Dus de volgende versie was, dit is de voicemail van Henk Rijkaard. Spreek een bericht in na de... Of de... Of de... Let's... Volgens mij is het ook super grappig om je voicemail te laten inspreken door uw papahaai. Dit is de papahaai van Henk Rijkaard. Zeg maar, ik zal het wel navertellen. Notjes. Maar ook nog een goeie. Dit is de voicemail van Tandartse Dekker. Spreek een bericht in na de... Weinig klanten, denk ik. Nu echt, en ook om eerlijk te zijn, ik vind wel dat de meeste mensen hebben eigenlijk al een grappige voicemail. Maar niet bedoeld. Ongeveer 95% van de mensen heeft ze dat standaard ding. Is het die vrouwelijke computerstem die zegt... Dit is de voicemail van... Dan spreekt u uw eigen naam in. Nu, het grappige daaraan is, vind ik... Iedereen spreekt zijn eigen naam ze super verkrampt in. En ook altijd met zo'n pauzeke ervoor, omdat je niet wist van... Oh, is het nu al? Is het nu? Is het nu? Is het nu al? Is het nu? Dat is altijd hetzelfde. Hè? Dit is de voicemail van... Henk Rijkaard! Spreek hem richting naar de bieb. Nu, het hilarische daaraan is, vind ik... Dat is bij iedereen niet de eerste poging. Dat was ze. De eerste keer had opgenomen, dan had geluisterd en is van... Oh nee, dat is mis. Oh, ik heb mijn naam verkeerd uitgesproken. Je spreekt uw naam per dag 30 keer zo uit, maar hoor het zelf. Oh nee, maar dat is mis. Oh, dat ben ik niet. Oh, dat reflecteert mijn persoonlijkheid niet. Oh. Dus je ging gaan zitten in de zetel of aan een tafel. Super zelfbewust over je eigen uitspraak. Okay. Ontspanning. Wees het zelf. Oké. Okay. Dit is de voicemail van... Henk Rijkaarde. Kom, nee. Kom, doe dat af. Kom, man. Dat is frikbraak, man. Nee. Kom even. Oké, opnieuw. Oké, ontspanning. Cool. Oké. Okay. Dit is de voicemail van... Henk Rijkaard. Oh, kom maar, nee, je zegt geen pornoacteur. Kom maar. Nee, toch niet meer. Ontspan. Oké. Dit is de voicemail van Henk. Henk. Wat voor een katnaam is dit eigenlijk? Dit is de voicemail van Henkie Penkie Spermatankie. De meest grappige voicemail die ik ooit in dat stramien gehoord heb, was... Dit is de voicemail van... Spreek een bericht in na de beep. Nu, pas op. Ik snap dat. Dat is een accidentje. Dat is een ongelukje. Die mens die zat toevallig in zijn zetel en die dacht... Kan je eerst even alle slijmjes en dat en per ongeluk opgenomen. Alle begrip voor. Maar dat je dat niet uitwist. Dat snap ik niet. Dus ik sprak mijn muiter erop aan van... Gast, maar wat is dat met uw voicemail? Zijn reactie. Hé, ja, krijg dat er niet meer af. Dat snap ik echt niet. Wat voor een rund zeggen dat je dat er niet meer af krijgt. Dat is toch op zich niet zo moeilijk. Weet, als je met een spijker op de kapot van de Ford Fiesta van je ex-vriendin ze sterf, je vuile hoer, ik hoop dat je stikt in het sperma van mijn beste vriend. Daar krijg je er niet meer af. Of je staat in de douche en je ziet een fles shampoo en je denkt... Oh, ja, kan ik nu niet mijn fletjes in dat gat steken? Zo, en dat zwelt op en dat knelt af. Daar krijg je er niet meer af. Nee, echt niet. Maar de beste voicemail die ik tot op de dag van vandaag verzonnen heb, dat vind ik nog altijd mijn beste. Mijn beste voicemail is nog altijd deze.
van Henk Rijkaard. Spreek een bericht in na de... De bestelling met nummer 258 is klaar aan de beenhouwerij. Heel veel berichtjes die beginnen met 300 gram salami. Ik ga nog een liedje doen. Mag ik nog een liedje doen? Oké, dan... Ja. Zit in de prijs zeker. Maar we moeten even een ander geluidje zoeken. Hier, op machine hier. Nee. Oh, fuck. Nee. Hey. Sorry. Ja, nee, ik wist niet dat dat erop zat. Dat is nieuw. Ik wist niet dat dat... Dat is wel cool, hè. Bij minder geloven hen. Dat is precies de kerkorgel. Ja. Bij minder geloven hen. Soms... Die doen dat, hè. Het lispelen is een kussens. Op het seminarie. Soms spreekt God de Vader tot mij. Gisteren sprak God meneer pastoor. Waarom zijn er zo weinig gelovigen? Die halm is de max. Waarom? Waarom? Waarom zijn er zo weinig gelovigen? Vroeger was ik een succesverhaal van psalmen en parabels en evangelies van mijn zoon, Jezus Christus. De Messias. Jij moet ervoor zorgen dat mijn schaapjes terugkomen. En ik sprak, nee, God, nu even niet. Ik zit kaka te doen. Oké. Okay. Ja, dit geluid zocht ik. Dames. Ah, oké, mislukt. Tja, wacht, nee, dat wist ik niet. Dat is zeer atypisch. Hè? Volgens het internet zou dat moeten lukken. Nee, ik had ergens gelezen dat vrouwen heel reageren op diepe basgeluiden. Toen dacht ze, de deuren staan open. Nee. Maar het was misschien niet lang genoeg, hoor. Dames. Nou, het werkt wel, maar niet bij de zuster. Ja, het is net... Nee, ik dacht echt dat dat collectief ging zijn. Snapte dat echt zo, dat hier toch wel... Tja, dus... Ja, ik heb het een beetje verkloot. Ik heb het verkloot, hè. Nee, ik heb het verkloot. Ik mocht er niet bij gedaan hebben. Het is dat, hè. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Ja, dat is zot. Hè? Nee, maar ik weet dat nog trouwens. Dus eigenlijk is dat maf, maar alles wordt blijkbaar vunzig als je er bij doet. Dat is raar, hè? Doe dat heel stom klein dingetje en echt alles, hè? Alles wordt vunzig. Hè? Je kind afzetten aan de schoolpoort. Of een nieuw huisdier kiezen in een dierenwinkel. Zo. Is dat een wijfje? Of een boterham smeren. Zo. Choco. Dat is toch zot? Nee, maar dat is toch maf? Dat zo een stom klein dingetje dat vunzig wordt. En je zult maar de pech hebben dat je een tik nerveus is. En je zit op een sollicitatiegesprek. En de mens recht over u die wordt echt wild enthousiast. Die wordt echt wild enthousiast. Van, u bent de beste kandidaat tot nu toe. Oh, amai. U mag onmiddellijk beginnen. Ja. Maar zijn er misschien nog een aantal zaken die we moeten weten over u? Nee, eigenlijk niet. Ja, misschien niet een klein ding. Ik weet niet of dat echt belangrijk is. Maar als ik echt geconcentreerd met iets bezig ben, dan doe ik soms... Nee, sorry, dan hebben we geen werk voor u hier in het gynaecologisch centrum. Ik heb nog iets ontdekt trouwens. Als je muziek maakt met deze geluiden, hier met deze hier. Dan, die diepe basgeluiden, als je daar muziek mee maakt, dan doet het er echt niet toe wat dat een tekst is. De vrouwen vinden dat sowieso een super sexy nummer. Dat is echt waar, dat is een truc die Daan altijd toepast. Hè? Dus, Exes, Exes, designer drugs. Ja. Nee, maar echt waar, als je met deze diepe basgeluiden muziek maakt, dan doet een tekst er niet toe. Dat blijft gewoon een sexy nummer. Gaan we wetten? Vorig werk ben ik tijdens de vergadering naar binnen gestormd en ik heb gezegd: drank spaghetti saus aan mijn piemel. En sindsdien werk ik niet meer bij Mama Miracoli. Ze zijn kwaad. Ik ben een optimist. Ik zie in alles het positieve, zelfs in de honger in Afrika. Ja, de mensen zeggen altijd dat dat erg is, die honger. En dat is erg. Maar ze hebben wel minder afwas. Ik heb een cocktail uitgevonden. De kokhals. Een half glas vodka aangelengd met fristie. Geserveerd in de open gesperde muil van een kabeljauw. En als er iemand school zegt, moet hij zeggen... Nee, het is kabeljauw. En niet school. Dames... Dames, wees niet bang, ik voel een onweerstaanbare drang om mijn gevoelens uit te schreeuwen en te roepen. Je weet wat ik verlang, nee, geen bloemetjes behang. Ik heb woesting om naar u te hula hoepen. Bij wijze van spreken, hè, hula hoepen, dat is een metafoor. Mensen zeggen soms... Aan de manier waarop een vrouw zich beweegt op de dansvloer, kunt je zien hoe dat ze zal zijn in bed. Die regel geldt ook voor mannen. Mannen die dansen zijn homo's. Of zat. En naar bed gaan met een zatte vent is zoals kleren kopen met een nuchtere vent. Je moet hem overal bij helpen. En na 3 keer passen is het tijd. Vroeger was ik pornoacteur. Maar ben gestopt door een ongeluk bij de opnames van Lekker Raak in de kopieerzaak. Mijn tekst was... Hey, juffrouw, ik wil dit hier laten vergroten. En toen is het deksel van de kopieermachine dichtgevallen. Dames. Een A3-formaat.
Jij bent mijn lunchpakket, jij verrukkelijk buffet. Ik vind u echt een vrouw om van te snoepen. Zal clichématig klinken, maar jij bent eten en drinken. Ja, alle essentiële voedingsgroepen. Ah. Et maintenant, je parle français. Parce que français... C'est sexy. Ik heb soms geurinneringen. Kent je dat? Dat je iets herinnert door een bepaalde geur? Een geurinnering. Een déjà vu. Ik heb dat als ik vis ruik. Dat herinnert mij eraan dat ik een vers onderbroek moet aandoen. Dames. Naaktkatten, dat is nog zoiets. Een naaktkat, dat kost 1000 euro. 1000 euro. Terwijl in het asiel zijn katten gratis. En een tondeuze kost... 30 euro. Met benzine is het nog goedkoper trouwens. Sommige mannen zeggen over een dikke buik... Goed gereedschap moet onder een afdak staan. En dat klopt, ja. Maar een ganse haar voor een schroevendraaierken. Je weet nu hoe het zit. Je weet nu waar je staat. Inderdaad, ik reageer soms ongepast. Jij beslist hoe ver je gaat, ik beloof het je. Ik word niet kwaad, maar hou me alsjeblieft een keertje vast. Met Geurt? Viel iemand. Nu, weet wie dat de beste imitator is bij ons thuis? Ik ben niet de beste imitator bij ons thuis. Weet wie de beste imitator is? Mijn dochterke. De bitch. Ja, ook... Nee, sorry, maar, nee, maar dat is echt zo. Dat is echt, ze doet ook geen vogeltjes na. Hè? Nee, ze imiteert ons. Mijn vrouw en mij, die imiteert ze. Dat is echt zot. Dat is echt... Je gaat echt gelopen rond met een spiegel van je eigen stommiteiten, met een kind van die leeftijd. Dat is echt imiteren, is doen alles na. Echt een spiegel van je eigen stommiteiten. En in mijn geval... Dat is echt... Pas op, echt, voor alle duidelijkheid, ik heb haar een bitch genoemd. Ik zie ze doodgraag. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik zie mijn dochter doodgraag. Mensen met kinderen weten dat. Mannen, dat is waar. Uw kinderen, dat zie je doodgraag. Dat is ze. Uw vrouw ziet ook graag, maar na een paar jaar is dat over. Maar uw kinderen... Dat is ongelooflijk. Maar echt, maar door dat imitatiegedrag kom je af en toe in rare situaties. Echt waar. Kijk, een paar weken geleden stond ik aan de kassa van de Carrefour aan te schuiven. En mijn dochterke stond hier naast mij. En ik liet een scheet. Ja, nee. Het ontsnapte. Ja, maar nee. Het was niet van, ah, ze staat op de goede hoogte. Nee. Nee, weet je niet, maar je kent dat een dag verdien, duveltjes gedronken, te veel druk, controle kwijt, een groene wolk. Ja, en de moment waarop dat ze te rook, wat dat wel vrij snel was. Ja, want ze stond tenslotte met haar neus bijna in de bron. Maar het moment waarop dat ze te rook, zei ze zo net ietsje te luid. Oh, wat stinkt er hier in die broek? Nu, pas op, dat is imitatiegedrag. Dat weet ik ook wel, dat is niet uit wraak. Zo ver ben ik al, dat ze doet dat niet uit wraak. Dat is niet van, oh, een protje in mijn neus. Voilà, publieke vernedering. Nee. Maar dat is imitatiegedrag. Ze doet gewoon mijn vrouw en mij na. Dat is gewoon zo. Wij zeggen dat. Als we haar pamper open doen, dan zeggen wij dat ze... Oh, wat stinkt er hier in de broek? Nu, pas op, dat is een opvoedkundige afspraak, hè. Ja, maar nee, dat is niet onze normale reactie op stront. Ja, maar nee, dat je niet het idee krijgt dat wij een soort rare mensen zijn die langs straat wandelen in een onderstront. Oh, wat stinkt er hier aan mijn voet? Is dat chocolade? Gaan we gaan eens proeven, hè? Ja, maar... nee, het is kakka. Nee, tuurlijk niet. Hallo. Nee, dat is een opvoedkundige afspraak. Mensen met kinderen weten dat. Hè? Als je een pamper open doet, dan mag je niet te heftig reageren. Je wil wel heftig. Maar dat mag je niet. Opvoedkundig is dat niet juist van een pamper open. Die doen ze, Jesus, fuck.
Wat is dat? Heb je plasticine gegeten? Maar kom kijken, ze heeft kikkerdril gescheten. Ze maakt het geeft licht. Dat is fluoriserende alienkak. Doe ik het normaal? Er heeft een zatlap in haar pamper gekot. Maar doe ik het normaal? Wat is dat? Dat is toch een monster? Dat moet niet doen, niet doen. Nee, maar dan bestaat de kans dat je kindje ineens schrikt. En is wow, bang om kaka te doen. Al is ze geconstipeerd. Allee, gans gedoe. Dus het is een betere optie om gewoon... Oh, wat stinkt er hier in de broek? Nu, op zich was dat ook wel schattig. Op zich was dat ook wel vrij schattig dat ze dat zei aan de kassa van de Carrefour. Maar het probleem was dat ze op dat moment niet wees naar de achterkant van mijn broek. Eigenlijk naar de voorkant. En hij heeft ook met zijn brede grijn. Zei ze, oh, wat stinkt er hier in de broek? Dus op dat opzicht is ook nog wel vrij schattig. Dat kan ik nu al nog inkomen. Maar het probleem was dat ze ongeveer een halve minuut daarvoor tegen de madame van de kassa en de rest van de Carrefour had gezegd... Mijn papa heeft een piemel. En ik mag daar niet aankomen. Nu, pas op, dat is ook weer opvoeding. Hè? Dat is normaal. Hè? Iedere papa heeft een moment in de opvoeding waarop dat hij dat moest zeggen. Nee, niet aankomen. Iedere papa heeft zo'n moment. Hè? Als je samen in de douche staat en ze glijdt uit en je ziet ze grabbelen. Niet aankomen! Ja, nee, ik blijf niet staan. Sorry. Nee, het is niet dat ik zo'n soort superheld papa ben die zo... Ja! Kind, gered. Geen pijn gedaan, meisje? Nou, papa ook niet, hoor. Mama zal blij zijn met de gewonnen lengte. Schatje. Dat is gewoon opvoeden, hè. Dat is gewoon... Ja, weet je, er zijn zo rare momenten rond die leeftijd. Hè. Ook typisch op die leeftijd is het nieuwsgierigheid naar het verschil tussen jongens en meisjes. Dat is, wat is het verschil tussen jongens en meisjes? En mijn vrouw en ik, we hebben er ook afspraken rond gemaakt. We doen er niet lullig over. We benoemen de dingen zoals ze zijn. Oké, het verschil tussen jongens en meisjes. Oké, jongens hebben een piemel, meisjes hebben een foef. Voilà. Gewoon, nee, dat is ons ding. Wij zijn echt voor de directe, duidelijke antwoorden. Wij doen niet betuttelend, wij gaan er niet rond gaan dansen. Het is gewoon gemakkelijker van directe antwoorden. Zeg, want er komen rare vragen. Zeg. Er komen rare vragen. Op een bepaalde dag kwam ik uit een douche van... Hey, papa, hey, wat hangt er daar onder uw piemel? Hey, wat? Oh, ja, nee. Dat zijn mijn ballen. Ah ja. En waarom staan daar ogen op? Hey, oh, fuck. Ik heb die erop getekend. Maar waarom? Ja, goh, omdat mama graag heeft dat er in haar ogen gekeken wordt. Draai die om. Ik zie nu echt een paar gasten. Die schrijf ik op. Goed gevonden. Hoor. Verdomme, nee, dus... Die schrijf ik op. Maar dat is gewoon... Kijk, dat is onze manier van opvoeden. Hè. Kijk, veroordeel ons er vooral niet op. Want ik heb gemerkt dat onze manier van opvoeden dat een beetje botst met de manier van opvoeden van andere mensen. Dat heb ik wel gemerkt. Op een bepaalde dag ging ik mijn dochter ophalen in de crash. En ik zag de madame van de crash in de deuropening staan, volledig over haar toeren. Oh, er is een probleem, meneer Rijkaard. Oh, er is hier binnen een gigantisch probleem. Er was een probleem. Er was een probleem, jongens en meisjes. Ik durf het bijna niet te zeggen. Er was een gigantisch probleem, blijkbaar. Mijn dochter had een foef gezegd. En daardoor zeiden alle andere kindjes... Ook foef. Man, dat was het grootste moment in mijn opvoeding tot nu toe. Man, ik kwam naar binnen, dan was er één grote foef, volière. Die kinderen zeiden tegen alles foef. Foef, 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 foef. Als een mama hen kon ophalen. Foef. Ik snap het probleem niet, echt niet. Ik snap niet wat het probleem is met het woordje foef. Echt, mijn vrouw en ik, we hadden afgesproken. Kijk, wij doen er niet stom over. Wij doen niet mee aan die betuttelende benaming. We doen niet mee aan zo het pietje en het mietje. Hey, of de voorpoep.
Ja, ja, dat was de suggestie. Ja, we kunnen toch voorpoep noemen? Alsof dat er kak uitkomt, serieus, man. Maar ik vind foef, eerlijk gezegd, de beste opties. Hè? Wat zijn de andere opties? We zullen ze anders een keer samen overlopen. We konden het anders er flamoes genoemd hebben. Schoon, hè. En was het uw flamoes, hè, schatje? Dan moet uw flamoes nog was, nee? Of er een mossel. Zet zand in een mossel. Was het een mossel, maar of er vismijn. Waarom niet? Een vismijn stinkt, hè? Was dat vismijn, maar hè? Of pruiten, prachtig woord, hè? Hij had pruiten wassen. Hé, kom uit, was de pruiten? Sorry. Nee. Eerlijkheidshalve... Nee, ik moet toegeven, foef was niet ons keuze. Ik ga er even over. Foef was niet ons keuze. Nee, ze had het woordje foef eigenlijk toevallig tijdens een gesprek gehoord. Ja, tijdens een gesprek, ja. Maar dat is het ook, hè. Dat is het ook. Ik had eigenlijk graag Mietje gezegd. Waarom niet? Want ik had meisje, ik vind het ook wel wat ver gaan. Maar dan zat dat gehoord, hè, foef. En dan, dat is het probleem. Dat is ook een probleem bij kinderen van die leeftijd. Ze horen alles, hè. Ze horen alles, hè. Oeh, alles. Dat je echt moet opletten wat je zegt in hun buurt. Hè. Alles horen ze. Maar de klootzakkerij is, ze zijn er eens selectief in. Ja, ja, maar niet alles. Blijkbaar niet alles. Nee, ze zijn vooral gevoelig voor grote woorden. Ja, maar nee, maar echt. Ik meen dat. Iedere dag doe ik een spelletje met mijn dochtertje en dat heet het woordje van de dag. Iedere dag leer ik haar een nieuw woordje. En vandaag was het woordje frambozenpastijtje. We zitten daar al. En ik zei, kijk eens meisje, dit is een frambozenpastijtje. Als je het woordje frambozenpastijtje kan zeggen, dan krijg je het frambozenpastijtje. Precaire situatie, situeringsgrafie, grafische ondernemingsvorm, ego, desoxie, ribonucleïnes, frequenteringsdranken, kwantum, mechanische, taart, hang, hang, hang. Ja, dat ging niet. Dat frambozenpastijtje was blijkbaar te moeilijk. Maar toevallig hoort ze ene keer ergens in een gesprek brandende preuten. Brandende preuten, brandende preuten, brandende preuten. Alles wordt tegenwoordig ook een liedje. Preuten brand, brandende preuten, preuten brand. En dat wordt iedere zaterdag geoefend. Preuten brand, brandende preuten, met een dansje. Preuten brand. En de Carrefour. Preuten brand, hey. Kijk, echt, het probleem is, hè, voor buitenstaanders is dat allemaal schattig. Mensen vinden altijd schattig. Is van, oh, kijk eens, ze schattig. Ze zeggen brandende preuten. Oh, maar ze schattig, ja. Dat is een ontwikkelingsfase. Ja, ze zit in haar taalontwikkelingsfase. Puur pedagogisch gezien een zeer interessante fase. Want ze is een soort taalspons, bij wijze van spreken. Een taalspons, ze slorpt alles van nieuwe woordjes. Slorpt ze gretig op. Het is super interessant. Ja, super interessant, maar dat beperkt mij en mijn verkeersagressie. Ja, weet je, dat is mijn enige uitlaatklep nog, hè. Het van achter mijn stuur uitleggen aan de andere chauffeurs hoe het wel moet. Ja, en dat moet luid gebeuren, want je moet door dat raam communiceren. Ja, sorry, ik vind dat tegenwoordig zijn er te veel chauffeurs die zware fouten maken tegen de regels. Die ik op dat moment verzin. Ja, voorrang van Henk, hallo. Er is er altijd één die met als ze de pas afsnijdt. Ja, snij me maar de pas af, jong. Achterlijke mohol. Klein stemmetje op de achterbank. Achterlijke mohol. Dus nu zeggen alle krentjes in de crash. Achterlijke mogel. En zijn wij op zoek naar een andere crash. Fuck. Fuck. Ja. Maar echt, ik durf niet meer buiten te komen. Dat is het probleem. Je loopt rond met een spiegel van je eigen stommiteit. En echt waar, het imiteert alles. Echt waar, ik durf niet meer buiten te komen. Vanmorgen kwam ik met mijn dochterke binnen bij de bakker. Zei mijn dochterke plomp verloren. Mijn papa is pornoacteur. Hey, wat? Nee. Ja, je kent dat misschien wel van die film, hè? Stokbrood in de... Ja. Gesneden, ja. Man, het heeft lang geduurd voor ik door had dat wij niet de enige mensen zijn het heeft lang geduurd. Hè. Echt, ik dacht dat wij de enige mensen waren die geen kinderen konden opvoeden.
Maar blijkbaar heeft iedereen gênante momenten met zijn kinderen. Blijkbaar. Maar dat wist ik niet. Tot september. In september is er echt de last van mijn schouders afgevallen. We waren uitgenodigd op een feestje, een tuinfeestje bij vrienden. En ze hebben een zoontje van dezelfde leeftijd. De Boris. Boris is 2,5 jaar. En dat was een toffe namiddag. Allee, we waren niet de enige mensen die uitgenodigd waren. Er waren heel veel mensen uitgenodigd, heel veel kindjes. En kindjes waren aan het spelen in de tuin. Hey, dat was gezellig. Er was een barbecue met vleesjes op. Voor de man waren er pintjes, voor de vrouw was er kava. Gezellig, gezellig, gezellig. Tot op het moment dat het zoontje van dat koppel ineens op zijn piemeltje gevallen was. Oké, ik hoor een paar mensen lachen. Nu, ik snap dat, ik snap dat. Als je dat van op een afstandje ziet, als je dat ziet bijvoorbeeld als filmpje op YouTube, dan is dat grappig. Ik zou ook wel lachen. Maar als je dat in het echt ziet, dan is dat nog grappiger. Ik kwam niet meer bij. Hij zei, poef, pijn, papa, pijn, pijn. Mijn muiter onmiddellijk bij. Maar gaat het, ventje, pijn, papa. Maar gaat het, manneke, pijn. Een zoentje opgeven. Wat doe je op zo'n moment? Ja, voor dat manneke is dat standaard procedure. Dat is altijd zo. Als hij aan pijn doet, zijn een elleboog geschaafd. Een zoentje erop. Zijn een knie gestoten. Een vliesje in zijn oog. Ieder onnozel stom pijntje. Weggezoend. Maar de meest verschroeiende pijn die je als man kunt voelen, een geplette bal. Ja, trek dat plan in, vent. Hey. Kust je gluten s'avonds een moment. Hey. Hey. Doe dat niet. Hey. Niemand doet dat. Niemand doet dat. Niemand doet dat. Niet voor de verkeerde redenen. Hey. Niet omdat je bang bent dat je het ineens lekker vindt. Hey. Allee, het is goed. Mijn god. Godverdomme. Wat die priesters hebben gelijk, dat is ongelooflijk. Proef van mijn zoon, nee, schrikkelijk. Televisiehoortjes. Je doet dat daarom niet. Nee, de enige reden waarom je dat niet doet, is de blik van de mensen in de tuin. Het oordeel van andere mensen is zo belangrijk. Maar dat is toch niet in proportie? Dus je hebt nog liever dat je klein zijn kloten eraf valt. Maar dat de mensen een beetje raar naar u kijken, dat is toch niet in proportie? Het is toch een kleine moeite om gewoon zo... Allee, zeg, godverdomme, en verder spelen. Pas op voor de schommel. Dat is toch raar? Dat is het oordeel. Het oordeel van andere mensen is zo belangrijk. Daarom is de meest uitgesproken zin van ouders ten opzichte van hun kinderen in het openbaar... Stop ermee, stop ermee. De mensen kijken naar ons. Blijkbaar is dat belangrijk, hè? Het oordeel van wildvreemde mensen op uw opvoedkunde is heel belangrijk. Hè? Het oordeel van die stinkende klootzakken. Ja, want je bent bang, hè? Je bent bang dat die mensen uw medaille voor beste papa gaan afpakken. Maar je bent even vergeten dat iedereen hetzelfde lullige macaroni-knutselwerkje gekregen heeft. Maar iedereen doet het, hè? Iedereen doet het. Iedereen heeft op een bepaald moment een overlegmomentje met zijn kind. Ik heb het ook gehad. Gewoon dat ik dacht van, weet je, kom, we overleggen even, kom. We overleggen. Weet je, we spreken gewoon af en toe een keer een dag af dat we doen alsof. Hè? Voor de gemoedsrust is dat misschien plezant dat we af en toe eens doen alsof. Dat jij doet alsof dat je een brave dochter, dat je de beste dochter zit en ik daardoor de beste papa. Wat denk je? Want we doen gewoon alsof. Hè? Ja, maar we zitten tenslotte in hetzelfde team, hè, schat. En team Rijkaard. Wat denkt u? Go, team Rijkaard. We doen gewoon af en toe alsof. Wat denkt u? Ja. Ja? Ja. We gaan samen dansen. Hè? We gaan samen dansen. Ja, oké. Okay. Nee, we gaan samen dansen. Ja, we gaan samen dansen. We gaan samen dansen. En springen. En springen. In die fontein. Nee, wat? Nee. Kom, we doen ons kleren uit. Nee. Go, team Rijkaard. Belangrijke tip, hè. Belangrijke tip. Vecht niet met uw kinderen. Vecht er niet tegen. Echt, het maakt toch niet uit. Het maakt toch niet uit of je nu staat te vechten. En van, doe die kleren aan. Doe eens normaal. De mensen kijken naar ons. Doe die kleren. Of je staat gewoon gezellig samen in een fontein, poedelnaakt. Ik heb een piemel. Swaffel, 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 swaffel.
Nou, jongen, jongen, gezellig! De mensen kijken toch. En in beide gevallen met een enorme, begripvolle blik van... Oh, kijk eens. Oh, oh. Die man kan ook geen kinderen opvoeden. Oh. Want dat is het. We zijn gewoon allemaal in alles ongeveer even goed en even slecht. We zijn allemaal ongeveer even goede mama's en papa's. We zijn in alles ongeveer allemaal even goed. Omdat we zo afhangen van het oordeel van andere mensen. En daardoor zijn we zoals vogels rond elkaar aan het zwieren. In een enorme zwerm. En altijd het gevoel dat ondanks al het gefladder dat het nooit zal genoeg zijn. We willen altijd maar beter. Maar als je even de tijd pakt om voor u te kijken, dan zie je dat je lang niet de eerste bent. Maar als je achter u kijkt, dan zie je dat je lang niet de laatste bent. Iedereen is eigenlijk vanuit zijn standpunt middelmaat. Iedereen is er voor mijn part al lang. Maar toch blijven we keihard crossen. Hè. En maar fladderen. En maar doen. Ah, Jesus. Maar we moeten stoppen met ze te crossen en te racen voordat we onszelf pijn doen. Maar we zijn er al. We zijn al middelmaat. Dus voor mijn part kunnen we nu gewoon allemaal landen en een beetje rusten voordat we elkaar en onszelf kapot maken. Toch?